Ja, Destiny is mind-blowing geweest eigenlijk. Vanaf het begin af aan. Ik was wat huiverig aanvankelijk. Mijn allereerste Robins event. En ik gun het iedereen op de hele wereld om dit mee te maken. Dit is zoiets bijzonders. Het is bijna niet in woorden uit te leggen. Maar je hebt volledig begrip ineens voor jezelf. En voor je eigen gedachtenpatronen. En vooral nu tegen het einde dat je weet wat je ermee kan doen. Op het moment dat het dreigt in je oude patroon te vervallen. Ja, dat is een gift die gun je iedereen. Je wil het liefst dat iedereen dit meemaakt. En we hebben dit samen gedaan. En het heeft ons nog meer bij elkaar gebracht dan we al waren. Dus ik kan het iedereen aanraden. Super, dankjewel. Roland? Ik ken Anthony Robbins al een jaar of 10 uit boeken, dvd's. Ik ben een paar keer naar UPW geweest en altijd Life Mastery en een aantal andere events. Maar ik moet zeggen dat Date with Destiny een diepte en rijkwijde heeft gekregen die ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. Het is ook altijd weer moeilijk om samen te vatten in een paar woorden wat je eruit krijgt, maar ontdekken wat je echte missie in je leven is, hoe corny as that may sound. Sorry voor mijn Engels, maar dan krijg je de hele tijd als je in het Engels en het Nederlands zit. Maar ontdekken wat je missie is, daar echt contact mee maken, dat zien, dat voelen tot het diepst van je ziel. Dat geeft een vreugde en een zin om, ik kan niet wachten tot het zeg maar over is en om daarmee aan de slag te gaan en vooral met elkaar. En voor die mensen die erover denken om dit te doen voor zichzelf of relaties. Ik ben echt ontzettend dankbaar dat Shirin en ik dat samen hebben kunnen doen. Omdat je als koppel daarin dingen ook tijdens het event met elkaar kan delen. Ook al heb je geen relatie, dan zou ik het nog steeds doen, want je leert er gewoon ontzettend veel van. Maar het feit dat we dit samen hebben kunnen doen, ja, dat is een cadeau wat we elkaar hebben gegeven, wat de rest van ons leven gaat bepalen. Dat weet ik 100% zeker.